Ja, weet je. Dus, tot toen dat er swastika's en muren stonden enzovoort. Vooral ze barsten stickers in de wc staan van fuck G1000 en dan als iedereen barst anti-G1000 komen in Europa. Maar toch is wat iedereen wel, ook wel benieuwd voor te komen zien dat er allemaal naartoe ging. Toch misschien was het niet, allee, bij het niet dat vrouwen kwamen, maar ze, allee, ze moeten toch wel deftig jaloers geweest omdat er hier zoveel gebeurde. In een gegeven moment was er niks mee, in heel Europa. Er was dus alleen hier in zo'n lousy provincietje en zat er iets aan de hand was. Westlanden en roelden, simpel uit. Punt het. God, als we in Tinnis binnen uit een desperate fight tegen zo'n de groep, hebben we er in West-Vlaanderen was het antwoord. Dus, de deint hier, dus. In België staat er niks voor in het hardcorebied. Van niet, in Brussel deed niks, Antwerpen. Wat hij sprak van. Heeft toe, het was het moment waar dat er, ja, hier de shows boomen. Het waren de lokale shows in Bessheim, het waren ze 600 man voor hun, om zijn bands te zien. Dus. Dan kon eens de Reese-party show, dat nog vallen, dus. Iedereen uit zijn dakken, dus. De lucht viel op de plafond, dus. Het was een crazy, crazy atmosfeer. Dus. De show van de Sosten hier in Kortrijk, aan de Veemarkt, weet je wel. Weet je wel, Congress en Blindfold, het waren hun de dranghetten wegsleuren, het waren riots, het waren allemaal hun in het publiek. Zo. Maar de socialisten organiseren ze en mogen hun ruzie met ze. Dus, dat was nog het beste. Ik vond dat was een grap van die situaties. Die typische dingen van no nonsense, doe je die barrières weg, we zien de rood zaden. Ja, het was pellen. Het was, dat vond ik. Ik dat, ben er vrij trots op die dingen. Ook weer blikken zijn dat voor mij. Toppen zijn. Voor zitten was dat dan, dat was ook wel iets vrij eigenaardigs voor die man. Alleen toen, die deed ook, ik weet niet hoe lang, het Koeienmarktfestival al eerst mee. En, ja. En gewend van een redelijk grote groep, nog niet vergissen. En ik weet dat nog, en Blindfold en Congress, en op het moment ik moest die dranghettes weg. En, hetgeen was er eigenlijk voor een stom Ielen zijn teen, en wilde ik dat maar proberen. Ja, we er, ja. Dat was inderdaad wel vrij. Ik weet dan dat Joost zei, hey. Fuck you, wat dat je socialisme is, vergeet het maar, als je drang hebt, dat kan niet, dat is socialisme. Weet. Dat was ja, baf, ik was niet echt met politiek bezig, maar toch zijn in een way, de meeste wisten eigenlijk wel. Ja, het is dat, bij dat, allee, door het feit dat iedereen toen nog wel veel jonger was dan de organiserende harde daar, als het wel verstand volgens mij. Zeker, dat was hun, ja. Bij dat ook, allee, volgens mij, maar dat was misschien wel een deel van respect dan nog gewonnen en wat dat niet ligt, waarom dan dat respect gewonnen? Want er zijn veel mensen die, ja. Alleen, like, als je nu een voorbeeld kipt om even dit nu te betrekken, de textielen zo dan op die shows nu zien en al, ja, de respect komt ergens van, ze weten wel. Meestal net ontonden, hè. Willem, waar niet zo, waren redelijk apolitiek. G1000, allee, kijk dan schrijven, G1000, wat dat zo. Voor mij en dit, dat was een antwoord op de gevestigde dingen die er waren, de emo-bands en de oldschool, harde moet maar zo zeggen, voor toch maar, allee, we moeten een vakjes onder nemen. Weet je, waren ze het antwoord van, weet je wat, we zijn apolitiekers, we trekken ons van niet aan. En push shows, het was er super wel aan toe. Ze. Kids werden naar het ziekenhuis afgevoerd en bedoel, het was zo. Ja, het was zo. Geen shows, violent dancing, Roosier Pitten, het was zo. Ja, iedereen kwam zat. Heb shows, iedereen ging door het linden, het was crazy. Ze. Meestal had hij dus. Maar een specialist in statements maken, maar dat iedereen van kotste en zo. Het was gewoon, weet je, maar stickers, maar merchandise, maar alles. Dat deed alles langs hier. Zo. Maar labels, toen die drie labels aan zijn busten. Of meer. Zo. Doel, de meeste dingen die we iets organiseren, het was kletsen. Zo. In Zwevenham in de Brugge. Zo. Het zat nog volgens aan. Zo. Al de bands spelen, weet je. Iedereen kwam zat. Gewoon bands van Engeland spelen. Zo. Ja, Sandfield kwam met Tour My Lifetime. Remember, in Kuurne. My Lifetime en Sandfield, is er niemand ben. Maar regressen, zo. Iedereen brak kot over zijn band. Dat was... Dat was, ja, maar dat was de periode, like nu ze Amerikaanse bands, ze roelen, ze dat zullen ze dat via pro-Amerikaan en iedereen kijkt op wat Amerikanen doen en in tijden, dat was niet zo. In tijden waren ze witte doen, hoe ze dingen ze, en met geen Amerikaanse bands willen voor het spelen ze te renderen. Maar onze eigen shows, maar onze eigen, ja, maar redelijk elitair eigenlijk, heb ik me gevraagd. Ja, dat heb ik niet idee erover toch. Heb je niet dat, alleen want, omdat je ook nu zegt van Sandfield, Lifetime in the Dot, voor was Falling in Bands. Ik heb alle vier weken spelen en Shortside Home, de iedereen bij Shortside, bij Oldrest, ik weet niet hoe het. We zijn dan ook direct zo met dat verschil in, redelijk verschil in muziek, zo emo muziek, terwijl dat G1000 hier echt al is gekozen voor edge metal, dat dat dan genoemd is. Heb je niet idee van waarom dat eigenlijk zo gekomen is? Weet dat niet, maar je wel bands, allee, toch, uiteindelijk heb je bekijkt. Oké, het waren veel bands die een similar ding deden. Het muzikaal gebied, maar aan de andere kant had je ook een band like Spirit of Youth, die is bijna heel iets anders aan het spelen. Of een band like Blindfold zelf, die ook totaal iets anders, die meer emo gerecht toch ja, te werk ging, weet je. Ja, maar Blindfold is nu bijvoorbeeld niet, maar om verder kijken, zo ja. Het was niet zoveel, hè, denk ik. Congress, Liar, ook ja, Spirit of Youth er iets kiezen naast is, maar uit om... Van eerst toch wat plain metal, oké. Spineless wat meer zo de...
Ja, ik zou het eigenlijk noemen, dus kijk Spanje is mijn script, maar het is meer de comfort van de 1000. Omdat het zo meer, toch wel dus de onbeheerste is, wat heel anders is. Vooral dat is ook te horen, alleen toch, zo Spanje is zo begonnen, eigenlijk kon je naar de Painfields kijken, dat is puur metal. Dat metal, ja. Maar toen het geëvolueerd, in de volgende release, omdat er zo meer evolutie in, een andere manier. Ja, wat dat tof. De shows bleven zat zijn. Wel, maar dat heb je toch ook verbazen, zo van, ja. Bijvoorbeeld onder andere Spanjaarden, zo ja, we bleven of we begonnen andere dingen te doen, maar toch bleef die support altijd. En als je uiteindelijk verder kijkt, zijn er niet zoveel andere groen die het geprobeerd hebben eigenlijk. Ik weet het. Iedereen bleef natuurlijk in zijn ding. De congres, kijk dat 10 jaar is, congres doet nog eens aan. En de congres dingen, we doen er maar lachen, maar dus het zaal. We doen het zaal blijven. We doen nog niet moest spelen of morgen. Nee, maar als je bent er al een keer over gehad, dan ik heb bij Heijwoordje, als je bekijkt naar die laatste release, word je toch wel dat er hier en daar andere dingen zijn die je toch probeert van ons, of dat je de deur drukt. Je moet dat doen, hè. Ik wil ook geen 10 jaar bezig zijn en toen zou je aan het zalen doen. Kun je niet opzij spelen, hè. Dat is natuurlijk... Ja, dat is feit. Maar natuurlijk je stijl blijven behouden, hè. Dat is vrij moeilijk voor ze achter zalen altijd, voor iedere keer maar ze toch iets boeiends in de prop te komen, hè. Dat is vrij moeilijk. Zeker als je lang de releases doet, als je er zo veel verder zit, dan even wel veel uit. Dat is de meeste bands in geen veel releases zitten. Ja, dat is achter de hoop. Maximum 2 misschien, dat passeert. Hè. Als je bent er iets nieuws en de tweede 2 en het evolueert op die manier. Ja, ja, ja. Maar natuurlijk, als je een 5 cd's begint, dan kan je er zelf in dat schuitje zitten. Je moet toch, weet je, dat is een enige verwachting, maar aan de andere kant, wij worden niet de stramine vallen en zo. En dat is vrij moeilijk eigenlijk. Dan heb je het aan het takken erin. Dat is uiteindelijk. We zijn een top bij Lion Blond. Lekker wat je zegt, Lion echt immens veel bereikt. Je hebt plekken gespeeld. Massage. Was in de door eigenlijk tussen de highlights bij Lion. Dus je weet wel, ik weet nog dat de Falls of Torment uitkwam. En dat toen eigenlijk nog een stapje verder was dan Congress eigenlijk. Die had wel iets meer metal, maar de Falls of Torment, iedereen kwam toch in zat. Om te zeggen, onze piekperiode was in feite met die Invictus release. Dat was een beste release. Dat was, toen hebben we echt wel massaal grote shows gespeeld. We spelen duizenden in die show met Integrity en al. Met Fury of Five en al. Met hun oude band van podium gespeeld. Ik weet het nog heel goed. Heel het paas tot zotten. Zo. Die foto's hebben Invictus daar vandoor. Dus, dat was, toen was ik redelijk impressed. Dus, toen zei ik ook van, met dit allemaal gedaan. Maar weer, dus, weet je, toen hebben we wel eens een gevoel van, kijk, ze weer een buitenlands act. Dus, maar in feite, zijn veel lokale bands ook die dingen kunnen doen dat nodig is. En, ik weet het niet. We doen ook heel iets anders in. We doen Falls of Torment in 95. Dat was een goeie, dat had er nog niemand gedaan. Hè. Dus de band die dat kost gedaan, ging creator geweest en zoiets. Dus een slagveld is, een duty is, een ander zijn kop aan het inslaan met billen, maar ook met pillen regenen, met skelden, dat is wat veel medleeuws. Iedereen was choqueerd. Ik weet dat nog goed, dat Revelation Europe ze wilden dat niet verdienen. Het is een dreadful record, zijn ze. Dat is, de goeie lelijk is, dat plain metal is, dat is agressief, zijn skefte teksten en dat was de bedoeling. We wilden gewoon zeggen, fuck you, naar de punt. We er zeggen, ja. Ik denk dat andere mensen wel, hè. We wilden eigenlijk in feite met je hard zijn. Maar hard aan de ene kant, dat je creëert bij meesten, of slechte reclame, in a way, maar meesten benieuwd naar de. Ja, want het is juist aanwezig dat inderdaad wel, dat je zegt, voor veel gezorgd. Ja, dat was de bedoeling, hè. Van hun shock effect, die meesten aan de skin te staan. Hè. En zo van, weet je wel, we gaan zo goed zijn maken en hadden we beschieten. Maar natuurlijk zijn we toch niet zo van, Revelation Europe, ik weet nog, dat vooral Vic Simba. Wat Vic Simba doet dan, hè. Dat vriendinnen van mij. Doe veel respect voor Vic Simba en wat dat zo allemaal gedaan heeft. Zeker, zeker. Maar voor echt te zeggen dat nu zo'n goed zijn die ik weet dat dan met Chris Verwimp. Ja, maar ja, Chris Verwimp is uit van Marduk en voor ze Abzu en dan van die black metal toestanden. En dan moet ik ze, toen komen ze, dat is namelijk steeds een hardcore band, oké, maar een hardcore band. Ik ben nooit hardcore geklonken, maar ze zijn wel een hardcore band. Ja. Maar toen is ze niet achter aan dat te doen, hè. Dat is het erover gaan. Dat is van, wat is hij aan het doen? Daar zijn we bezig. Men snapt niet meer wat dat is. Ja. Zou opeens dat echt in de metalwereld willen zitten, dat is zeker de bedoeling. Hè. Ik had het, om eerlijk te zijn, ik had het voor veel van mijn metalbands op te spelen. Dat is nog niet zoveel gebeurd. Dat is redelijk meegevallen, iedere keer mijn koeddruk in mijn hart vast. Omdat ze moeten spelen met zijn metalgasten, dat is heel anders. Dat is heel anders. Ego-tripperie, rockstar stuff en zo. Ik heb ook onder indruk gehad dat dan meer showing off en met gewoon materiaal dan ze brengt, terwijl dat heel lang horen ze zaten wat we hier zo, wat hier natuurlijk doen. Met Lair heeft ook gezegd, dus het vervoel zo uitgebracht en zo. Dat kan, ja. Het volgens mij toch ook wel
veel ervaring gehad met labels en zo. Hoe zat dat eigenlijk, die samenwerking en zo? Want ja. Ja, hier en dan moet je dat toch wel een keer. Ja, die samenwerking was een optimaal geweest. Maar er is, like dat weet, voor iedere release heb een ander label te komen. Dus. Ja, maar dat nu helemaal zo. Ik bedoel, Good Life heb ik twee keer een release uitgebracht. We doen een setup label, dan mogen we dat wel starten, zo, dat oké, okay, zijn buddies en zo. En dat was dan de reden dat ik van wie ben als ze weggaan van het label. Dus, we doen vriendschappen en zaken doen. Hoe stom dat ook klinkt. Dat fysiek voor ons ook wel vrij moeilijk. Dat moeilijk. Alleen je zit maal te zitten in dezelfde zeker. Scene en toen met kijk kom je een mm-hmm. Alleen een zakelijker was ja, vlak. Ja, probleem. Je zit in die... Je weet dat niet eens weet van anderen, dat er problemen zijn. Ja, we willen niet maar kwetsen aan de andere kant houden. Je vindt het like, stom voor je aan je maat te vragen. Ja, we zitten alleen met verkoop en al en vertrouwd. Hoe maak je zo, dat hardcore is, dat is allemaal goed en wel. Zo'n handshake toestand, dan is weer een nieuw contract. Ja, maar je man dat is volgens mij nooit ook. Iedere keer overeenkomsten en zo, dat en dat. Natuurlijk, ja, weet je durft soms iets niet vragen of twee keer iets niet gezegd. En de communicatie verloopt niet optimaal en zo. Ja, het lijkt noodzaak voor te kijken voor iets anders. Ja, en anderen zeggen tegen je, maar kijk, bij ons is zo. Dat dolle kiezen en zo, ga je nooit geen zorgen moeten maken, je lust dat helemaal. Doen we het hardcore aspect verdwijnen, dan komen ze zakelijke aspecten. Zo. En dat is een geest, iedereen gaat dat. Hè. Dat is van, het is dat tof aan een show spelen. Hè. Iedereen speelt een show, hè. Dat is hun max. Hè. Dat zakelijke aspecten natuurlijk, en we beginnen ze argumenteren over hoe je geld krijgt in een show. Dat zijn zo de saaie dingen. Ja. Want er haast melden ze, van ja, hoeveel vragen heb je? Dat je een beetje aan ze benodigd voor je vraagprijs te zijn. Maar ja, shit, dan zou misschien pijn dat je hardcore zijn, dat je er niks zou weten. Terwijl nog niet aan de kant, bedoel, we zijn 10 jaar bezig, we zijn een band aan de hoogst aan de zee, nodig een verjaardagsfeestje aan spelen om een repetitiekot dat te doen. Dan hebben we er ook geen hoe ze gevraagde prison, wat je doet als band, met overhead of S, dat is heel normaal, maar aan de andere kant, we doen ook geen benen shows. Ja, het zijn de interessantste. Want kotten zo veel zitten, als er zo 150 man binnen zitten, dan is weer kotten zo, en iedereen komt ten, dus dat is heel max. Ja, maar het is veel meer voldoening. Tuurlijk, dat is super. Dat vind ik gek. Ja. Ik weet niet dat we in een band zijn dat echt max zijn voor ons, van die mega podia te spelen met een wakko. Maar ik ondervinden ze de clubshows dat was van best uit, zoals we zo, alleen maar grotere bands speelden dan, maar nou, ik weet het niet. Maar festivals dan, maar hier niet toch maar ze de clubs. Of gewoon ze in de kader, of op toeren ze, in Spanje ze, en in de toeken ze, met ze 100 kids die hele neusel hangen ze. Ja, weet dat. Met Severin zijn bonen worden, dat was wel heel de max. Het podium getrashed ze, het podium ingestart en dat is. Dat zijn de eerste dingen. Dat is hardcore, toen achteraf ze met een kit te slaan en het papitten ze, dat is, weet dat. Heb zijn hardcore zo, maar dat is gewoon. Dat geeft voldoening. Ik bedoel, bij 34 van die jaar. Dat is het CV meest van mijn leeftijd. Dus, ja, die... Weet je, ken ik in een schoolreunie geweest, ken ik in een column over. Ik weet niet wat ik moet publiceren. Dat was een goede lijn. Dat was niet te doen. Had ik hier ook wel buiten. Dat was heel slecht. Zonder verwachtingen. Oeh, ze zijn niet getrouwd. Oeh. Geen een Labrador, geen nu zijn een af. En dan denk je, weet je. Wat doe je voor werken? Ook zo, switchen. Hetgeen dat jij doet, nu en toen iets nieuws. Oh, dat. De spoorreiningen. Oh, nee, sorry, we hebben het. Nee. Ja. Eindom ken ik zo. Dus ik heb mijn plantcollectie en mijn Star Wars collectie die boom staat. Dat zit, meer rekken niet. Ja, zo ja. En de ervaringen, dat had mijn eindom. Dat had mijn. Uw bagage zijn meedraad, de tour zijn gedaan, de meesten die je ontmoet, het lief en het lied dat je meemaakt. Als je bonnen zit, kun je dat niet meer vervangen. Zo, weet je. Dat is mijn meest dierbare eindom. Kei, zo, weet je. En dat wordt geen leuk. Ik ga blum doen zolang dat gaat, dus, dat mijn fysiek dat toelaat, zolang dat mijn geest dat toelaat. Ik ga dat blum doen zolang dat gaat. Misschien nu ze de kans krijgen, ik weet niet of ze zitten misschien nog geweest, ik weet het niet, maar hadden dat bijvoorbeeld, ik zeg maar wat relapse of zelfs roadrun eraf komt voor Laier, hoe sta je daar tegenover? Of? Relapse zou ik misschien nog doen, maar roadrun is ook weer niet in bezig. Maar roadrun is misschien ook wel vrij groot of zo. Ik bedoel zeer al met de label signing, maar dat is ook nooit doen met. Wel wat flat als zeggen, Century Media, Relapse. Nee, toch niet. Zeg je daar niets? Ja. Ik bedoel natuurlijk, want toen had dat natuurlijk wel. Allee, toen brengt je de band naar een ander niveau. Maar we zitten wel op. Maar nu is bij Lifeforce, alleen, niet het eind. We zitten bij Lifeforce Records in Duitsland, want dat was redelijk. Ik weet dat het grootste hardcore label van Europa op het moment. Ja, hoe kan dat zijn dat? Nee. Zeker al wel op het gebied van metal. Maar dat is in de stijl, we zijn tussen. We spelen in dezelfde stijl als van de meeste mensen die afsluiten. Die gasten zijn doen maximum aan promotie voor ze zitten. Dat echt volgens mij wat goed lukt te zijn, maar dus vonden van deze keer een familie gevonden om kunnen en blubben. Ja. Normaal zitten we de volgende ook door. En, allee, we doen het dan twee platen zijn
Hetzelfde Lebo. Zo dat ik hem weet, dat dat 10 jaar zo ben ik als nou. Ik bedoel, januari zijn we 10 jaar rond. Dus, Hey, zou jij een idee qua persing, zo'n aantal layers die er. Weet je het totaal alles aan? Alles aan, ja, de vijf fulls. Weet je daar de dus tot? Daar de dus van het. Oké, ja. Maar met 4 fulls en 1 split, hè? Ja, die split dan nu uit, maar die split was voor natuurlijk dat worden nog 2000 verkocht in pre-orders, dus dat was vrij goed. Maar live was wel eens het label dat ze dust, promo CD's gestuurd worden, dan zien ze dat nog, dust hè. Dan zien we of ze mijn labels in partners willen. Dat is, hij stuurt al de statements door van reviews en hele shit, dus we zien waar ze effectief naartoe gaan zijn ook. Direct hè, zonder om dat vrouw. En voor mij dat is een pluspunt, dan is ze van, is dat goed? Ja, was dat goed eerlijk, weet je. Ja. En wat, dus dat zijn nu de effectieve plannen, die voel je niet zo moeilijk. En mee gaan naar Japan, want eerst 9000 mensen naar Japan gaan, weet je, gaan representeren in Japan. Die kids komen dus Japan, ze komen zat. Als het woord 9000 worden, zo, ik weet dat ik bij Good Life werd en zo. Ze bestaan alles aan 9000 hebben. Maar ze moeten mobiel staan en dat prijzen ze. Voor de rest, ze dragen t-shirts op bij 9000 hardcore aan, ze worship dat, dat echt wordt. Dus Congress, de Liar, Spineless, Firestone. Firestone enorm. Dat is een vrije, dat weer, dat is Japan is het land. En daar is ook, ik bedoel, fuck, wie zijn we er zo? West-Vlaamse, weet je wat ik bedoel? Zijn toch eens, West-Vlaamse boeren, zo ze het noemen ze. We doen het dan maar om, man. Uiteindelijk, ja, Japan en mij, en toen had toen zeggen. Mijn mama krookbaar in begonnen, dus we weten niet hoe dat zit. Dat is dan een andere. En misschien ook dat de Hit 1000 Fests. Er misschien weer aankomen, of is dat hier een mallen of... Nee, jaarlijks. We hebben die jaren geen 1000 festival gedaan. Ze hebben zelfs een datum in feite. We hebben toen een paar guests vragen van meestal Amerikaanse acts of het naar Bonnen zo te vallen. Of die, weet je, van die jaren was het Jericho en een Dying. Maar ja, vorig jaar was het 18 Visions en Trouw dan. Dat was dan cool, ja, weet je. Mensen in de spelen aan de vrije huid, weet je. De kids die komen, en massaal ze komen van, weet je. Ze komen met een bus van Limburg zo, van het 1000 fest komen. Maar cool, hè. Ik bedoel, in het jaar 94 gingen we er, of in 95 tenminste, gingen we er met een autobus van West-Vlaanderen naar Limburg vanuit Integrity te gaan ringen voor een lawyer, dus congres, weet je. En ging de band dan ook zetmeentjes als extraatje, of? Iedereen die mee was met die autobus en een single van ringen worden. Oké, ja, en dat was het idee van de free single, we doen dat nu uit, 2000 festen. Iedereen die binnenkomt kreeg een gratis zetmeentje aan de deur, dus iedereen die binnenkomt, een idee van wat er gebeurt. Nu komt er in het, met vier... lokale bands hebt, dan met Solid, met Rise and Fall, weet je, met Empathy en met... En Force Hate, als we wist, ja. Ik was er niet bij. Ik ging dan wel Kingpin zijn, maar daar geweest. Ik denk nu, bij ze nu, nu kijkt, ik weet niet, ze weinig bands zijn er echt profileren als ze zo heet als, weet je, als ze maar vies stond, zetten niet meer bij en vroeger wat als we... Toen ik aan de prus lag dat de kumbi zijn. Ja, dat wel, dat wel. En nu doet dat niemand mee, weet je. Ik bedoel, waarom niet? Uiteindelijk zijn er vrij veel bands. Er zijn de strumming bands die in Brugge zitten. Eigenlijk is dat Severance en Morda en zo. Dus dat zijn 1000 bands. Voor mij is dat allemaal 1000. Hij Dam en Raag, dat is 1000. Ik bedoel, Kingpin, dat is 1000. Maar het klinkt overkant. Wat ik heb genoemd, zijn vier bands die het overkant klinkt. Vroeger ging het hetzelfde klonken. Maar nu is bedoel... Ja, toch. Allemaal bezig. Ja, dat dan misschien ook al... Ja. Ik weet niet bij dat zo'n tweesprong gaat ook. Zo. Inderdaad, aan mijn raad heeft dat er zeker nog een paar keer dat erbij stond, zo'n G1000. Ik ga niet zeggen dat dat is omdat we... Ja, uiteindelijk om de reden waarom dat je hier bijvoorbeeld zegt. We klinken bovenschelend, die band. Yeah. En bij dat er... ik weet niet bij dat iets raar is die gebeurde. Zo. Er zijn meer en meer bands die toch iets anders proberen. Zeker. Maar toch zo, ja, ik weet niet. Ja, dat is iets die meer aanhangs moet nemen van basic langs de ene kant. Dat is misschien wel groeien. Soms is het ook zo, je kunt terugblijven naar dingen, maar soms kun je ook bepaalde situaties niet meer weer krijgen. Dat is... Kun je verleden met liefde en vrijheid gaan, we doen dat dat gedaan is, ja, kun je het niet meer weer, op een of andere reden. Wat bluffen ze, maar ze buddies nog gaan doen, maar kun je dat verleden met zien. Hè. De oeie goede dingen, dat is een vrije de max van hen. Ja, ze zijn er niet meer. Maar die dingen, ja, dat is ook wel... Dat is anders, hè. Allee, snap je, dat is totaal anders dan vroeger. Ja, maar ik zie nu wel eens iets meer zo'n unity weer, ik bedoel, waar is het nu? Je kunt dat zien, ik heb een message board staan. Als je ook de syntax kent dat, om maar om te vinden, maar in feite is dat allemaal, als je kijkt, dat zijn nog 1000 keer in de rap. Syntax, dat is 1000. Ja, dat zijn snap je? Dan moet een 1000 bord zijn in het onder het internet geweest in het jaar 95, wanneer dat was vrij. Pak eens, dan ging syntax aan Sobermind zijn, dan ging ze boom, dan ging niet te doen. Dat is allemaal internet en toen. Ik ging de wereld veroveren, weet je.
Ja, nou, dit was, weet je, we boekten een tour via de fax met een telefoon. Dus ik weet dat goed, hè. Ah, in het jaar 2019, 10 frank op telefoonrekening. Het zal nu 50 dus hangen, hè. Daar zijn van de baan naar Denemarken en dan zijn we een blindfold tour te boeken, was 28 dagen. Dat neemt ons af, hè. Ah, weet je wel dat ik de gsm moest de baan naar Duitsland? Gewoon niet, hè. Dat is wel verschrikkelijk. Zat de sfeer, hè. Wat het door deed, nu doe je het dan af, hoor, maar dat is echt wel, de middelen zijn iets gemakkelijker gekomen en praktischer, maar weet wel, dat deed het natuurlijk voor hem doen. En dit is wat verder, weet je, zo primitief, hè. Ik weet dat de faxmachine al zijn, dat ik zo, wauw, oké, de fax. Ik weet niet wat mee doen, hè, nu, weet je. Ik had dat hele toes in mijn boek. Ik schreef dan dingen, zo, tot de deur. Met een elektronische typemachine, met een brother, zo. Zat. En dat was, de flyers cut en paste en al, en dat wordt dan vanzelfsprekend. Nu, dat wordt cut en paste, ja, maar achter je het afgeprint heb je computer. Zo, weet je. Hij is niet tut, of scheur het, maar ja, dat is niet meer cut en paste, maar komt met je computer. Ja, en dit is wel een plakletter van zijn kopiewinkel en al. Voor de singles samen te staan. Nee. Dat is vrij veel, dat is vrij veel veranderd allemaal, dat is dat geëvolueerd. We moesten met toon gaan doen wat we nu allemaal hebben, amai. Ik denk dat het doen ze. Maar dat is Pees dan nog verder aan het einde van de tips. Maar je is weer enig idee wat dat misschien nog toe zou kunnen gaan met... Het is evolutie, weet je. Pees mag niet met z'n vroeger, maar het gaat er wel dichter naartoe. Het gaat weer kennen, weet je. Ik bedoel, iedereen is iedere band die langs hier zit. Een beetje zijn noden trots weer, zeker door de harde. Als ze de noden trots weer kunnen inboosten, dan gaan ze kanten voor te zijn dat je thuis zit. Integendeel. Dat testament dan meekrijgen ze, dat is voor mij mijn lawyer, maar nooit stop van te zijn om getallen te zijn. Stel je op een banner achter zijn rem op zijn backdrop, getallen strijdertjes, de rest is zo. Maar nooit bekant te wisten over het. Dat je niet zo zijn, moet je trots op zijn. Dat je negen dingen zo. Waarom mogen ze Umia Hardcore bestaan? Of UK Punk, of ik wat zo. Terwijl we er zo, waarom ze weer geen getallen zijn, dat is kanden. Het zijn vrij veel bands, oude bands aan tegenwoordig met elkaar spelen, hè. Zelfs Duitse bands. Hè. Ze zijn gewoon geïnspireerd dat je dat weer doet. Doe een band, heb je zelf burgers, dat er een op de eerste deed dat er een cover van lawyer, dat zou dat zijn. Weet. Snap je? Dat is weer een ding. Oude mensen die stavutten bracht en allemaal in de tut. Allemaal verantwoordelijk voor dat je hem nagelaten en een gebied rond moest. Zelfs wereldwijd doet. Dus mensen geïnspireerd zijn door Europese hardcore, zo. Europese metal bedoelen ze. Waar het begint, dat hier dat begint, hier dat Mekka zo uit. That's it. En niemand moet er nu op schamden of zo. Allee, maar niet verhaald. Dat gaat alweer komen. Yes. Strafbaar bedankt voor je bal ook. You want to hear Blade? Yeah! That's always